Teun Koopmeiners maakt vandaag dan eindelijk zijn lang verwachte transfer van Atalanta naar Juventus. 52 miljoen. Daarmee staat hij in de top 5 van Nederlandse duurste aankopen. Dat is wel een mooie plek ook voor hem. Is dat niet heel veel geld? Dat is heel veel geld, ja. Zeker voor Italiaanse begrippen. Ja. Is dat heel veel. En voor Teun Koopmeiners? Dat ligt eraan, want als je naar Aston Villa was gegaan, hadden die ook 52 miljoen betaald waarschijnlijk nu in deze tijd. Het is een van de beste spelers van de Serie A geweest afgelopen seizoen. Dus in verhouding is het niet gek of zo. Nee, maar je denkt toch ook aan het Nederlands elftal en de statussen die daar heersen. Ja. Ja, hij staat dan in de top 5 van duurste Nederlandse aankopen. Nou, De Ligt staat er 2 keer in. Dus dan is het alweer top 4. Ja, is het een top 4 in het Nederlands elftal? In Oranje nog niet, nee. Maar daar hebben we het vaak over gehad. Hè? Dat het is een van de spelers die in het Nederlands elftal nog niet heeft gebracht wat je van hem hoopt. Ja, misschien wordt dit de doorbraak. Verandert dat iets, denk je? Ook in het Nederlands elftal? Qua status bedoel je? Ja. Dat weet Karim veel beter. Dat helpt toch wel als je binnenkomt als een grote aankoop. De man van 52 miljoen? Ja, ik denk wel dat het helpt. Ik moet wel zeggen dat bij hem dat hij ook echt heel goed past bij het systeem van Atalanta. En nu wil ik het wel zien hoe hij het gaat doen bij Juventus. Maar dat hij een goede ontwikkeling meemaakt. En natuurlijk die wedstrijden dat hij bij het Niels Elftal kwam. Hebben we het ook niet allemaal goed of hebben we het niet gezien wat hij bij Atalanta allemaal deed. Maar het is wel echt een mooie stap voor hem. En ook denk ik als Nederland wel trots dat er een speler uit Nederland voor zoveel geld wordt verkocht aan Juventus. En in Italië lijkt tegenwoordig toch een podium voor spelers die dan vanuit Nederland gaan en niet direct voor de absolute topclub kiezen. En heel veel via Atalanta Bergamo, ja. Maar ook met Schouten, met De Roon, die uiteindelijk daar toch hun weg vinden, CRC, naar de top. Dat was in het verleden ondenkbaar. Toen werd de Italiaanse competitie altijd gezien als daar moet je juist niet heen. En Catenaccio, et cetera. Maar tegenwoordig denk ik dat een ideaal podium is voor spelers om daarna nog wel die grote stap te gaan toch maken. Denk ik wel dat het echt een verschil is of je in Italië voetbalt of in de Premier League. Ik vind Italië qua tempo, vind ik het... Ja, er zijn heel veel individuele klasse spelers daar die het verschil maken in wedstrijden. Maar qua echt tempo, als je het weglegt bij Premier League, is het gewoon veel groter in de Premier League. En daardoor denk ik dat spelers die naar de Premier League gaan, niet altijd slagen in Italië toch wat meer. Je ziet het vooral ook bij heel veel middenvelders. Ik denk dat je toch wel wat meer tijd aan de bal krijgt in Italië dan in de Premier League. En dat is denk ik het grootste verschil. Karim heeft zelf in de Premier League gevoetbald, hè? Even, dus, ja, nee, maar ja. Daarom. Ik heb zelf gezien hoe moeilijk het was. En om echt daar je ding alleen te de grote slagen daar, nee, wil je maar zeggen. Om je ding te doen wat je bijvoorbeeld in de Eredivisie deed. Ja, dat was voor mij ook onmogelijk daar in de Premier League. Wel slim dan misschien dat Teun Koopmeiners blijft in Italië. Omdat hij niet een echte Premier League speler is. Ja, daar geloof ik wel in, hoor. Ik denk echt wel dat beter voor hem is dat hij gewoon heel lekker in Italië blijft. Ja, de grote man bij Juventus. Die ook uitstekend zijn gestart. Dus wat dat betreft...